zijn onderweg naar Helene van Rooyen. Want... Oh, kijk nou, onze vlogster. Hebben de stalker. We worden gevolgd. Wij krijgen van Helene een boek, maar wij gaan Helene ook ons boek geven. Natuurlijk. En haar een paar vragen stellen. Ik vind het vooral fijn dat ik ouder word. Ik ben net oma geworden, grootmoeder van Spencer. Die is 4 maanden. Dus dat is geweldig. Als ik niet, stel je voor dat je geen grootmoeder wordt, dan mis je dat. Dat zou ik echt heel jammer vinden. Dus daar ben ik heel blij om. Maar gewoon fysiek ouder worden is, ja, dat is ik vind dat wel confronterend. En wat vind je confronterend? Ja, dat je... Je ziet het gewoon, je vel en die dingen. En alles wordt toch wat slapperiger. Ik vergelijk het altijd met een appel. Een verse groene appel. Als je die op een fruitschaal ziet liggen en je ziet een verrimpelde oude appel ernaast. Dan gaat toch je blik naar die groene verse appel en daar wil je hem bijten. En zo'n oude verrimpelde uitgedroogde appel. Sommige mensen zien heel erg de schoonheid in ouderdom. Ik heb daar echt wat meer moeite mee. Maar het is misschien de estheet in mij. Mm. Die gewoon, ik vind jong, ja, sappig. Ja, toen meisjes van 16, zeg maar, die zijn altijd mooi. Ze zijn altijd mooi. Hoe ze er ook uitzien. Gewoon dat jeugd vind ik gewoon echt mooi. Dus het is gek om dat bij jezelf te zien verdwijnen. Maar er zijn gelukkig genoeg dingen waardoor je toch... nog redelijk fris en fruitig ermee door kan. En het is natuurlijk uiteindelijk ook zo, het gaat om je energie. Als ik helemaal geen energie meer zou hebben en futloos zou zijn en me belabberd zou voelen, dan ga je er natuurlijk ook echt als een treurwilg uit. Ik vind eigenlijk dus alles aan ouder worden heel fijn. Ook omdat je milder wordt, je wordt wat meer... Ja, ik geloof zelfs echt wel empathischer. Je bekijkt dingen toch meer van een iets grotere afstand. Je relativeert meer. Dat vind ik echt heel erg prettig. Ik ben ook echt rustiger geworden. Dat vind ik ook prettig. Mm. Dus ja, al met al vind ik... Ja, alleen dat fysieke aspect vind ik echt wat minder. En ook los van uiterlijk, hè, want ook de kwalen, zeg maar. Mm. Zodra mensen dan, pak een beet boven de 60... Dan komen er allemaal van die kwalen. En dat is echt niet leuk. Gewoon, dat is jammer. Vroeger rende je de trap af zonder erover na te denken. En nu word je toch voorzichtiger. Weet je wel? Je wordt breekbaarder. Dat is toch wel jammer. Ja, het hoort erbij, maar als je het eerlijk zegt. Nou, ik heb... Ik zit natuurlijk al in de overgang, of ik ben er al doorheen, ik weet het eigenlijk niet precies. Maar ik gebruik wel hormonen, hormoontherapie tijdens de overgang. En waar me dat vooral enorm bij helpt, is ook dus de lichtheid, de energie. Sinds ik die hormoontherapie heb, voel ik me echt beter. Ik was toch een beetje neerslachtig aan het worden. En eigenlijk ging dat zo geleidelijk dat ik het niet zozeer door had. Mm. Maar toen ik eenmaal die hormonen ging gebruiken, toen merkte ik... Er viel iets van me af. Ja. En daar ben ik echt heel blij mee. En ik weet dat vrouwen in Nederland daar heel huiverig voor zijn. Ik denk ten onrechte. Want het kan je wel echt helpen. Het is jammer dat je dat dus niet tot je 100ste kan doen. Want dan ga je echt op een gegeven moment mee te moeten stoppen. Maar ik ben er echt heel blij mee.